Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in de koterij. Deze week gaan we iets maken met ruw hout. Dit is een stuk hazelaar. Gisteren nog stond het in de tuin van mijn ouders. En dit is een dikke plank kerzelaar. En die stond een anderhalf jaar geleden in de tuin van mijn ouders. Ik zal hier ergens een link zetten naar de video. Anderhalf jaar geleden werd er een boom geveld, namelijk een kerzelaar, in de tuin van mijn ouders. En ik heb die planken anderhalf jaar laten drogen. En dit is nu droog genoeg om een cadeautje te maken voor mijn mama. Want, ik weet niet of dat jullie dat doen, maar bij ons in de familie is de traditie dat we een paar maanden voor kerst samenkomen en dan een naam uit een sok of een hoed trekken. En, en dan staat er een naam op dat kaartje en voor die persoon moet je dan een cadeautje kopen. En ik dacht, cadeautjes kopen? Ik ga een cadeautje maken. Nu, ik ga ook een cadeautje kopen natuurlijk, want ja, er gaan een aantal dingen dood in de tuin van mijn ouders en ik dacht, weet je, ik ga samen met mijn mama nieuwe struiken en bomen, fruitboompjes kopen op mijn kosten dan. Hè. Maar goed, dat is dan een bon en dat is wat belachelijk. Dus ik dacht, misschien maak ik met het hout van de oude dingen spullen die ze dan voor altijd kunnen bijhouden. Voilà, goed. Dus we gaan beginnen met deze plank. Een schoteltje of een schaaltje of zo. Want het is maar 4 centimeter dik, dus ik weet niet of we daar echt kommen kunnen uitmaken. Maar goed, eerst hier iets mee. Oké, super. Een veel. Bovenop een veel. Goed gedaan, Genk. Nu heb ik net gezien dat het geluid niet aanstond. Ik had eigenlijk net een veel gefilmd. Oh, het wordt weer zo'n video. Hè. Dus er zijn twee vijzen afgebroken in dit stuk. Wat dat vervelend is. Ik was eigenlijk net aan het uitleggen dat ik dit nog nooit gedaan heb. Dus de bedoeling is, deze plaat moet op deze blok geïnstalleerd worden, erop geschroefd eigenlijk, want dan kan ik deze blok op mijn draaibank zetten en dan kan ik daar een kommetje van draaien. En ik zei, ik heb dit nog nooit gedaan en ik heb waarschijnlijk een van de grootste beginnersfouten ooit gedaan, naast het vergeten aanzetten van mijn geluid. Hè. Een beginnersfout is waarschijnlijk dit te hard met deze soort schroeven op die houtblok schroeven, want ja, natuurlijk, dan breekt dat af. En dus het grootste probleem is nu, er zitten twee afgebroken schroeven in dit stuk en die moeten er kunnen uitgeschroefd worden. En die zitten daar nu, dus ik ga dat moeten eruit. Oh. Yes, oké. De buitenkant van mijn kommetje is nu geschuurd. En je ziet, ik heb hier zo een uitstekend stuk aangemaakt, want dat is het bevestigingspunt voor mijn andere klem. Want nu gaan we het kommetje uithollen. Klaar! Oh, check dit, man. Wacht, even dat ik eruit. Ik probeer uit te halen hier. Oh, mijn handen beven ervan. Oh, yes, man. Zo schoon.
Ik heb direct zin om nog een kommetje te maken. Misschien straks, maar ik ga nu eerst met de hazelaartak ook iets maken. En met het hout van de hazelaar ga ik een lepel maken. Want een paar maanden geleden heb ik een workshop gevolgd bij meneertje Theelepel. En ik heb daar geleerd hoe je een lepel snijdt uit een blok hout. Nu, lepel snijden is eigenlijk een beetje een verkeerde benaming, denk ik. Want het doet het meeste van het werk wel met een bijl. Dus het is eerder lepel hakken. 90% van het werk gebeurt met de bijl. Wat spannend is, uit zo'n klein blokje met een bijl. Maar supercool. Trouwens, zijn er nog mensen van jullie die zelf cadeautjes maken voor kerst? Dat lijkt mij wel tof om te weten. Stuur mij eens een foto van jullie creaties via Instagram of zo. Want ik ben wel benieuwd. Volgens mij zijn er nog wel mensen die dat doen. Ik vind dat wel tof eigenlijk. Ik vind een zelfgemaakt cadeau waardevoller dan een gekocht cadeau. Nu, ook goed hè. Als dat een duur cadeau is, ben ik er ook blij mee. Hè? Maar zelfgemaakt staat er toch wat boven. Oké, voilà. Dat is ongeveer het ontwerp van de lepel. Oké, hakken nu. Voilà, de basisvorm is nu gemaakt. Allee, basisvorm, dat is al bijna de volledige vorm. Dus je ziet het, hè? Mooi gebogen zo. En dan de vorm is zo. Maar nu het fijnere uitsnijwerk, dat doen we dus met een mes. Oh, mijn mannetjes, dat is zo wijs, hè. Werken met nat hout? Ik had het nog nooit gedaan tot een paar maanden geleden. Tof, echt waar. Yes, zo zou mijn pensioen er wel een keer kunnen uitzien. Gewoon ergens op een stoel bij een lekker knetterend open haardvuurtje lepels snijden. Zalig. Ja, het laatste stuk, dus het uithollen van de lepel, doe je met zo'n haakmes. Maar ik zal misschien later daar nog een keer een gedetailleerdere video over maken. Voilà, de lepel is klaar en het kommetje van daarnet. Nu gaan we dat allemaal mooi invetten met walnotenolie. Want walnotenolie, dat wordt niet ranzig en dat beschermt het hout. Ja, dus dan kun je dat eigenlijk gebruiken om zelfs uit te eten als je dat wil. Dat is toch zalig, hè? Als je er olie op doet, hoe schoon dat de nerven en de structuur van het hout erdoor komt. Ik ben zwaar onder de indruk van het prachtige patroon van deze hazelaar. Echt waar, ik ben zo blij dat er uit het dode hout van de tuin van mijn ouders toch nog iets cool gemaakt is. Kijk, zo een lepel en zo een prachtig kommetje. Hazelaar en dit is kerzelaar. En het coole is, als je er zo één gemaakt hebt, dan kun je gewoon met zo'n lepel hazelaar gewoon zo doen. 3, 2, 1. Hop! Voilà. En dan zijn er twee kommetjes. Dat is zot, hè? Dat is echt, ja. Dat is de magie van hout snijden.
Sorry voor deze flauwe mop. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop vooral dat mijn mama haar cadeautje leuk vond. En vooral, geniet van elkaar. Geniet van uw kerstmis. Ik zeg nu al gelukkig kerstfeest voor iedereen. En tot volgende week. En abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Maar geniet vooral van uw familie, want ze is de enige die je hebt. Tot volgende week! Thank you.